combi coca y ocho. Goedemorgen Henk. Goedemorgen. Hoe laat ben je begonnen met werken? 8 uur. En hoe kom je op je werk? Een taxi. Henk is inmiddels 3 jaar in dienst van het filiaal. Henk heeft net een contract gekregen voor onbepaalde tijd. Henk is een jongen die heel veel plezier in het werk heeft. En heel graag op de normale werkvloeren aan het werk is. En daar geniet Henk van. Henk heeft een functiebeperking. Ja. Is dat lastig voor Super de Boer? Nee, in tegendeel, wij kunnen ons sociale gezicht laten zien en Henk is echt heel gelukkig in zijn werk. En de klant die waardeert het ook nog. Dus het is een win-win situatie. Henk, wat maakt dit werk nou zo leuk? Van vullen vind ik wel leuk, of klanten mailen of zo, of van collega's wat praten of zo, of niet echt serieus, gewoon even een grapje maken of zo. Ja. Gewoon het contact met mensen, dat vind je leuk. Ja, dat vind ik wel leuk. Ook wel, gewoon vakantie, hè? Ja, ik ga zo op vakantie, ja. Oh, ja. Waar ga je heen? Ik ga met voor de eerste keer met vriendin vakantie. Oh. Ja. Waar ga je heen? Frankrijk. Oh. Mommy got an ass like a donkey with a monkey. Weet je wat ik moet nu doen of van werk? Jawel. Je moet de zuivelstand even doen. Moet ik nu de stand? Ja. Zal ik even kijken nog wat er staat? Ja, is goed. Ja. Al van één container straks. Ja, van deze twee containers in één container maken. Ja. Je moet alleen een... je moet wat meer de tijd voor ze nemen om dingen uit te leggen, maar als ze het eenmaal weten hoe het werkt, dan gaat het iedere dag op die manier. Is Henk de enige die hier werkt met een functiebeperking? Nee, we hebben nog iemand op de groenteafdeling werken. Dat is een kok, die is vroeger kok geweest, die heeft een auto-ongeluk gehad en die heeft een lichamelijke beperking. Die man die doet bij ons de groenten. En die kookte op de vrijdag en de zaterdag in onze winkel. Heeft u nog tips voor andere werkgevers? Ja, in mijn ogen past dat binnen de bedrijfsvoering. Is absoluut iets om naar te gaan kijken. Want ik vind dat het gewoon een echte toevoeging is. Je hebt een hele loyale mensen die eigenlijk voor je door het vuur gaan.